Kom. Ja, Lennart, je bent niet druk. Kom, even snel. Twee minuten. Kom, 2 minuten. Lennart. Wat moet je doen dan? Even een introotje voor de vlog. Welke intro? Voor vandaag gaan we met mij mee weer. Met jou mee? Ja. Tot hoe laat is hij er? Hij kan hij gaat nu weg. Tegelijk? Ja. Tegelijk? Oké. 3, 2, 1. Nee, Lennart was te laat. Hij was ik weer te laat. Lennart. Tel jij maar af. Ik kan het ook op je gezicht doen, hè? 1, bij 3, hè? Maar gaan we elkaar zitten aankijken? Oh ja. 1, 2. Oh. Hey, dat was inderdaad niet helemaal tegelijk. Oké, even serieus, kom. Oké, komt ie, hè? 2. Ja. Ja. 3, 2, 1. Hoppa. Let's go. Die zit. Oké. We zijn met jou mee geweest vandaag. Ja. Hoe was het? Leuk. Nog gedaan? Ja, volgens mij eigenlijk. Wat gedaan dan? Een ongevalletje. Waar? 4, rechts. Haak de witte paal ook even weg. Oh? Ja, dat leg ik nog wel een keer uit. Oh. En een pechverplaatsing. En net nog een ongevalletje, alles EKV weer. Maar vrachtwagens weggestuurd. Weet je wat EKV is? Op eigen kracht verder. Een paar vrachtwagens weggestuurd. En geen CNV voor mijn ritsen. Ik heb vanochtend wel CNV gedaan met Lex. Huh? Ja? Op de Reeweg. Oh, wat was dan? Ik weet niet wat hij had eigenlijk. Hij liep nog wel, ik denk versnellingsbak. Dan waren we aardig rap, moet ik zeggen. Ja, veel plezier bij het kijken van de vlog. En tot de volgende. Houdoe, hè. Duimpje op, als je het leuk vond. En, oh, wat hij zei. We nemen Tim laat achterwege. Ja, wij nemen het over. Geen gelijk te abonneren. Oh, en vergeet niet te liken en te abonneren. Allebei tegelijk doen met de vinger. Vergeet niet te liken en te abonneren. En vergeet. Oh, nou, godverdomme. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo, nu lijkt weg naar Homer. Ja. Godverdomme. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Nou, welkom dames en heren. Leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb vandaag de cameraman weer een dagje mee. Tim is natuurlijk op vakantie, dus gaan jullie weer met mij mee. Veel leuke comments en dat viel volgens mij wel in de smaak. Even een keertje met mij mee. Never change the winning team. Dus we gaan nog een keertje met mij mee. We zijn nu onderweg naar de A4. Daar krijg ik net te horen van onze collega's op kantoor dat daar een ongeval gebeurd zou zijn. Dus we gaan even die kant op en gaan we even spieken of we daar iets kunnen zien en of we daar iets mee gaan doen. Hallo? Keer. Gaat ze me in de wacht zetten? We waren onderweg naar de A4 voor een mogelijk ongevalletje. Mijn collega Alwin die staat er al bij, dus wij gaan op zoek naar wat anders. Ik heb hier al wat dingen die ik zie, dus gaan we daar even kijken en dan gaan we kijken wat we aantreffen en wat we ermee kunnen gaan doen. Ik krijg nu ook te horen dat op de A20 bij Schiedam Noord ook een ongevalletje zou moeten staan, dus daar gaan we even kijken en dan gaan we het allemaal wel weer meemaken. De plannen zijn weer eens gewijzigd. Welkom in het leven van een berger. We gaan nu naar de A4 links, 75 en een beetje. Er zou een ongevalletje moeten zijn met 1-personenauto. Dus ik vermoed dat het een personenauto en vrachtwagen is. Dat gaat hier nogal vaak mis met het invoegen van de auto's. Dus we zijn er al bijna. We reden er al vlak achter. Ik denk nog een kilometertje of zo. En dan zijn we er. Echt waar, deze mensen. Dat zie je vaak gebeuren. Als er file staat, dan pakken alle chauffeurs en automobilisten hun telefoontje erbij. En dan zie je vaak dat ze dan gaan uitwijken naar rechts. Omdat ze niet aan het opletten zijn. En dan zitten ze mij nogal in de weg. En ik zag al een auto staan, dacht ik. Maar volgens mij rijdt hij alweer weg. Ik zag het verkeerd. Maar nee, het is nog een stukje voor ons. Nog even kijken, 400 meter. Het
Yes, daar zie ik al een vrachtwagen staan. Vermoed. Let op, ongeval. Zo. Zo, gaan we even kijken wat er aan de hand is. Zo, als ik het zo zie mogen ze wel alweer verder gaan rijden. Hallo. Hi. Hoi, de schadeformuliertje mogen jullie even op de afrit invullen? Ja, wij hebben geen schadeformuliertje. Dan moeten jullie even nu nummers uitwisselen en dan zo snel mogelijk weer weg alsjeblieft. Zo. Hartse flats. Nou, zoals ik al zei, vrachtwagen, auto had ik al verwacht. Dat gebeurt hier gewoon vaak. Schade is op zich wel redelijk, alleen de auto kan gewoon verder rijden. Alles staat netjes recht nog. We hebben al op een paar deukjes na. Het spiegeltje heb ik net even recht gezet. Dus die mogen gewoon verder rijden. Ik heb ze verzocht om nummers uit te wisselen en dan hun weg te gaan vervolgen. Hoi, de A4 links 753. Yes, ik had gezien dat er een wisje aanrijdend was. Ja, die mag je wat mij betreft ergens anders heen sturen, want ze kunnen gewoon verder rijden gelijk. Ja. Ja, dan bel ik je zo nog even om hem helemaal af te melden als alles weg is. Top, dank je. Hoi, hoi. Nou, kom. Dankjewel. Je ziet veel dat mensen met zulke lichte blikschade, dat die op de vluchtstrook gaan stilstaan. Dat is gewoon gevaarlijk. Doe het alsjeblieft niet. Rijd naar de eerstvolgende afrit. Ga daar eraf. Ga daar alles met elkaar op een veilige locatie regelen. Dat eigenlijk, weet je, regel het gewoon op de afrit met elkaar. De realiteit is ook gewoon een vorige week. Ik durf niet exact te zeggen welke dag dat nou was. Is er een WIS van Rijkswaterstaat aangereden. Gelukkig zat de WIS niet in de auto, geloof ik. En gaat het goed met hem. Maar ik heb vandaag zelf die auto naar de schadeherstelling mogen brengen. En dat is echt enorm veel schade. En dat kwam omdat iemand niet heeft gezien dat hij daar aan het werk was. En die heeft hem achterin zijn auto geparkeerd. En ja, dat is, ja. En nou is dit een stevige auto van de WIS. Kan die op zich ook wel wat hebben. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Het is echt levensgevaarlijk. Alleen vaak realiseren mensen zich dat niet. Totdat ze het levende bewijs zien dat het ook echt heel erg fout kan gaan. En vandaar dat ik het nogmaals zeg. En ik denk dat alle collega's die je ooit in het filmpje zal zien, die zullen exact hetzelfde zeggen. Doe het alsjeblieft niet. Het is levensgevaarlijk. Ik probeer me weg door het verkeer heen te zoeken. Het is hier nogal lastig. Het is hier krap. Het is hier druk. Daardoor is het eigenlijk niet al te makkelijk. Mensen reageren vaak te laat. Waardoor als er een gaatje komt, dan gaan ze daarin. Maar je kan natuurlijk niet meer achteruit. Dus dan houdt het al gauw op. Zoals dit hier voor je. Deze auto was die nog 20, 30 centimeter naar voren kan. En die auto daarvoor ook. Kijk, dat gaat nu gebeuren. En dan kan ik er hopelijk net tussendoor de vluchtstrook op. En dan sta ik hun niet meer in de weg. En kan ik mijn weg vervolgen. Jullie zien daar Mike staan. Die heeft hier een pechgevalletje. En wij gaan verder door naar een ongevalletje. Dus wij gaan Mike gelijk voorbij. Zo, Mike rijdt hem erop. Let op, stilstaand voertuig. Zo, we hebben wat gevonden. Een heleboel zelfs. Ik zie alweer twee vrachtwagens staan. Het houdt ook niet op, hè. Wat is er aan de hand? Voilà. Hallo. Kijk, dit zijn van de bergingsbedrijf. Ja. Met een invoeger. Ja. Volgens mij kan ik niet door. Nee, dat heeft u goed gezien. Oké.
Yes. We hebben ook een ongevalletje. Een vriendelijk deel. Hey, Bart. Ze willen dat de politie met de Rijkswaterstaat komt nu toch? Ja. Zij zijn Spaans en. Ja. Ze spreken niets, maar ik heb mijn naam en mijn verzekeringsnummer gegeven. Ja, dat is goed. Ja, meer kan ik niet doen. Nee, je naam, polisnummer, dat ja. soort dingen. Even kijken hoor. Ik ga even kijken wat ik met uw auto ga doen. Ja. Ja, oké. Okay. Zeker heb ik een aandeel hier. Ik ga even overleggen, want eigenlijk, ik vind het wel weer te weinig schade om de auto mee te nemen naar het depot. Maar je kan niet doorrijden, toch? Nee, maar ik denk dat ik er misschien een pechverplaatsing van maak. Maar ik ga even overleggen. Ja, wat dat betekent? Dan zet ik u bij de eerstvolgende afrit er weer af. Dan komt de pechhulp om de auto te repareren. De pechhulp van de verzekeraar? Ik weet niet welke pechhulp u heeft. Huh? Ik weet niet welke pechhulp u heeft. Wat uw pechhulp is, dat weet ik niet, natuurlijk niet. Of dat ANWB is, SOS International, Eurocross. Ik heb ANWB gebeld en die zei, wij doen niks, want het is een aanrijding. Oké, ik ga even overleggen en dan... Ja, ze zeggen alles van buitenaf doen wij niet. Alleen mechanische pech. Hoi, de schade aan die auto is eigenlijk alleen een lekker pand. Maar de ANWB wil hem niet helpen. Want dat is gekomen door een aanrijding. Is goed, doei. Oh. Zeg het maar. BMW dealer, die hier repareert. Ja. Die zit, als je daar die lange dingen zit, daar zit, zie je de weg af en dan. Wat achterlaten? Wat heb je nodig? We zijn nu aan het wachten op Rijkswaterstaat en dan gaan we verder. En dan gaan we zo even beslissen wat we met deze auto gaan doen. Ondertussen ga ik even deze mensen wegbonjouren, want dit is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus ik ga hun even wegsturen hier. Ga je stilstaan? Moet weg. Ja? Waar die bumper in? No, go. Dat is dus het ding, ze weten het heel goed. Ze weten het echt, vooral die eerste die zei ook al, ja, gelijk. Ze weten het en ze weten dat dit ook gaat gebeuren, maar ze blijven het toch proberen. Ach ja. Ergens heb je dat Severs en Breeman zitten. Ja? Oké, is goed. Doei. Oké, nou we gaan nu nog steeds even wachten op Rijkswaterstaat. En dan gaan we deze auto gaan we direct doorbrengen. Omdat er te weinig schade is om op het depot te zetten, vind ik het ook allemaal weer zo ontslachtig. Maar omdat meneer ook niet meer verder kan rijden en dat nog steeds wel een ongevalletje was, denk ik een mooie middenweg gevonden te hebben door hem gewoon gelijk naar de BMW dealer te brengen. En ondertussen ga ik even kijken wat onze Spaanse vrienden nou precies van me willen, want ik snap het niet helemaal. Mijn Spaans is niet heel goed ofzo. Rijkswaterstaat. Ja, dat heeft geen woord. De bos. Bos of de rood. Wat ik nu ga doen, ik breng hem gelijk naar de BMW dealer voor u. Oké, okay, die zijn hier in Schiedam, hè? Ja, daar volgens mij eraf, links en dan rechts op het industrietrein uit mijn hoofd ergens. Ja, aan de Karel Doormanstraat. Ja, exact. Dan rij hem er maar alvast voorbij. En dan ga jij hem bergen. En dan zeg ik dan dat je hem moet volgen. Oké. Okay.
Ja, maar er is... Ja, is goed, dank je. Hoi. Volg jou. Oké, top. Ja? Geweldig. Gaan we hem even oplaaien. Gaan we meneer gelijk doorbrengen naar de BMW dealer. Zit hier om de hoek. En dan is het wel weer welletjes geweest voor dit gevalletje. En dan gaan we kijken wat de dag nog gaat brengen. Ja, ik vind het echt te weinig om het op het depot neer te zetten. Dan komt hij bij jullie op het depot. Ja, en dat is best wel omslachtig allemaal. Want ja, aan het einde van de dag, morgen, zal hij toch daar staan dan. Ja. Ja. Daarom, en om je nou ook weer gelijk een paar uur te gaan laten staan, zie ik ook weer zo. Tja, ja, dames en heren, De vluchtstrook is geen plek om even rustig wat uit je kofferbak te gaan pakken. Daar is het niet voor bedoeld. Echt waar. Zo, we zijn onderweg naar de A4, links. 72 Hotel uit mijn hoofd. Er zou een ongevalletje zijn. Twee personenautootjes staat er in de melding. We zijn bijna een kilometertje of twee. En dan gaan we kijken wat we tegen gaan komen. Ik verwacht niet heel veel spectaculairs. Als het op de vluchtstrook staat, valt het meestal wel mee. Maar we gaan er even heen, de schade beoordelen en kijken of we ze verder op pad kunnen helpen of meenemen. Dus ik zie jullie zo weer als we er zijn. Let op, ongeval. Dat was niet zo mooi. Zo. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is er aan de hand. Aanrijding hier geweest? We hebben een ongeluk gemaakt. Ja. Kom niet op blok, hoor. Nee, nee. Hij filmt alleen mee. Ja, ja, sorry. We hebben een ongeluk gemaakt. Dat was de politie. Oké. Hebben die gezegd dat ze gaan komen dan? Ja, die hebben gezegd nodig. Ja. Kijk, weet je wat je kan doen? Je kan nummers uitwisselen. Ah, heb ik geen formulieren? Nee, dat heb ik niet bij. Sorry man, nee. Je hebt digitale formulieren. En je kan ook... Hij heeft geen Nederlandse identiteit, daarom. Heeft hij geen Nederlandse identiteit? Daarom heb ik de politie gesproken. Ja, maar kijk, als hij een Europese identiteit heeft, gaan hun er niks mee doen. Okay. Waar komen ze vandaan? Polen? Ja, kijk, dan heeft hij een Poolse identiteit. Dat mag ook. Ja, dat mag ook, maar wat... Dus die gaan er niks mee doen. Ik denk dat ze zeggen dat ze komen, maar ik denk dat ze niet eens gaan komen. Er is geen letsel, er is geen megaschade. Er is niet zoveel aan de hand eigenlijk. Nee. Dus dan gaan ze denk ik niet eens komen. Ze kunnen zomaar wel komen als ze tijd hebben, maar... Ja, ik zag ze net wel langs rijden, maar ze zegt volgens mij niet dat ze... Zijn er. Komen ze wel? Ja. Meestal komen ze hier voor je. Ja, dat dacht ik ook, maar ja, je weet toch, voor het ziek. Ik heb ook geen schadeformulier. Nee, maar daarom zag ik, je kan best de nummers uitwisselen. Dat is wat ik wou doen, maar hij stopte ineens en ik dacht, ik ga die afslag nemen, want ik wil hem hier houden. Ja, nee, ik hoor je. Maar jij bent er achterop gegaan of hij bij jou? Ja, hij is in mij geknald van linksachter. Rechtsachter.
Hij heeft links voor geraakt, man. Stel dat een van de twee toch niet meer verder mag rijden, dan ben ik er. Als moet je weer opnieuw melding maken, moet je weer opnieuw wachten. Dat is ook weer langer. Heb je cameraman bij je? Ja. Ja. Maar ja, ik loop met jou mee. Er hoeft niks getakeld te worden hoor. Daar wacht ik even af, anders moet ik weer opnieuw komen. Of opnieuw. Ja, dat is allemaal goed. Ja, mooi. Ja, top. Dan denk ik inpakken en wegwezen. Ja, dan schade ik hem hier even op een veilige plek invullen. Maar je collega was al wel begonnen. Ja, volgens mij legt het er veel zaken meer uit. Oké. Okay. Misschien tot vanavond nog? Ja, ik weet het. Jij zit op Leiden. Je staat. Ah nee, je moet even verkeren en dan sta je in de goede richting. Enigszins. Ach ja, gezelligheid. Oké. Okay. Nou, bedankt. Doei! Weer een gevalletje waar je eigenlijk verder kon rijden. Hebben ze het niet gedaan. Maar ja, politie is te plaatsen, alcohol en drugstestje gedaan. Komt niks uit. Dus voor ons is er geen werk meer. Dan gaan wij terug. Ik heb honger, dus ik ga eten. Ik wil nog even een klein stukje vertellen over stilstand op de vluchtstrook. En dan even met name echt de vrachtwagens. Je ziet dat heel veel, vooral op dagen zoals dit. Het is extreem druk op de weg. Alles staat vast. En dan gooien ze hem op de vluchtstrook. Dan gaan ze daar proberen te rusten. We hebben er aardig wat weggestuurd vandaag. Net zag je al, kwam er al eentje aanrijden terwijl we daar bezig waren. Nou ja, voor hetzelfde geld ziet hij jou gewoon over het hoofd. En dan neemt hij mee. Dat is dus een van de redenen waarom het ook gewoon echt niet mag. Buiten dat het aanrijden van hun natuurlijk gevaarlijk kan zijn, is het daar stilstaan ook gevaarlijk. Ook sta je hulpdiensten in de weg. Ik heb al meerdere malen gehad dat ze dan, dat ik over de vluchtstrook ergens naar een melding toe ga en dan staat hij daar lekker zijn pauze te maken. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Persoonlijk irriteer ik me er wel aan. Ik snap dat het in bijvoorbeeld Duitsland wordt er niet heel moeilijk over gedaan, maar in Nederland wel. Als je naar een ander land gaat om te rijden,
hou je gewoon aan de regels. De realiteit is wel dat het vaak de buitenlandse chauffeurs zijn, want de Nederlandse chauffeurs weten de boetes die hierop staan. En dat zijn geen misselijke boetes, die zijn echt super duur. Zelf heb ik geen rijrusttijden, daar zijn wij van vrijgesteld. Maar ook wij hebben wel verstand van hoeveel je mag rijden, dat soort dingen. Want dat krijg je geleerd bij het halen van je vrachtwagenrijbewijs en code 95. Dan krijg je dat allemaal geleerd hoe dat werkt. En ben je nou zelf een chauffeur en kom je in die situatie terecht. Plan je route. Je weet waar je naartoe gaat rijden. Je kent de stukken waar het vaak vaststaat. Gebruik Google Maps, gebruik Flitsmeister. En plan zo je route, zodat je ergens rust kan gaan nemen op een plek waar dat wel mag. Ja, dat is eigenlijk wat ik er een beetje over te zeggen heb. Doe het alsjeblieft niet. Het is echt vervelend. En gevaarlijk. Dat vooral. Heel gevaarlijk. Wat is er? Boos op me? Nee, helemaal niet. Wat dan? Nick? Maar ik heb toch niet, nog niet geoutro'd, toch? Nee, grapje. Hop. Iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie hebben wat pechies, wat schades gezien. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Wie ben je eigenlijk? Wie ben je trouwens? Ik ben Margret en ik ben hier niet zo vaak. Margret is de zus van Jaap. Nee, echt niet, zus. Niet vergeten te liken en te abonneren. Tot volgende week.